De zaak Salentica. Het eiland Salentica is een eiland voor weeskinderen. Er werkt een hele strenge begeleidster. De kinderen moesten altijd slapen op tafels. Hey, wanneer krijgen we nou eens eindelijk een bed? Nou, ik vind dat het hier goede bedden zijn. Goede bedden? Ik heb last van mijn nek. Als je niet eens snel gaat slapen, dan heb je zo meteen nog meer last van je nek. Juf, ik moet naar de wc toe. Moet je naar de wc lopen? Moet je naar de wc? Kom! Oh, als dat maar goed gaat. Hey, breng haar terug! Wie had er hier een grote mond tegen mij? Dat was ik! Je moet haar eens met rust laten! Durf jij tegen mij hier een grote mond te hebben? Ja, en wat dan nog? Ga maar gewoon slapen. Zo jij durft. Ik laat me niet vertellen wat ik moet doen. Er werkt ook een tuinvrouw op het eiland. Die had vaak last van de spelende kinderen. Hier, hier! Laat mij nou eens een keer met rust! Oh, chips! En degene die het weeshuis moet poetsen, heeft het ook niet zo op de kinderen. Oh, kunnen die kinderen ook normaal even niet wat opruimen, zeg? Oh, kinderen. De kinderen zaten vaak bij elkaar om gezellig te praten. De strenge begeleider was vandaag echt heel erg streng. Ze praten ook veel over problemen. Ze willen heel graag hun eigen familie. Nou, ik ben tenminste blij dat ik met jullie in de klas zit. Kijk. Ik heb een briefje in mijn zak gevonden. Een briefje? Kom vanavond om 1:00 s'nachts naar de eikenboom. Kom alleen. Er wachten een meneer en een mevrouw op je. Oh, wat leuk. Misschien word je wel geadopteerd. Ja, misschien wel. Maar ik vind het wel een beetje spannend zo laat. Maar het klinkt wel een beetje verdacht. Zo laat? Ik vertrouw het niet echt. Als ik in jouw schoenen stond, zou het niet gaan. Het is in ieder geval het proberen waard. Ze probeerde die middag al op onderzoek uit te gaan. Misschien vond ze een nieuwe familie. Haar vrienden houden haar goed in de gaten. Ze kijken vol spanning toe wat er gaat gebeuren. Dat is hem. Dat is de eikenboom. Terwijl ze naar de eikenboom loopt, komt er iemand aan. Ze wordt aangehouden door de politie die haar ondervraagt. Dus je bent gewoon expres op verboden terrein gekomen? Maar ik deed het niet expres, het stond in de brief. Brief? Welke brief dan? Leg dat maar uit op het bureau. Haar vrienden zien alles en schrikken ervan. Wat erg dat ze meegenomen wordt. Ze heeft niet eens wat gedaan. Auw! Jullie doen me pijn! Een paar detectives worden opgebeld en komen met een boot naar het eiland. Ze zijn vastberaden om de zaak te onderzoeken en ondervragen alle verdachten. Wat was je contact met de gevangene? Want we denken dat het kind onschuldig vastzit. De poetsvrouw heeft uw vrouw bij het kopieerapparaat gezien. Wie was dat dan? Dat was volgens mij mevrouw Steen, maar dat weet ik niet zeker. Oké, ik weet genoeg. Op naar de volgende verdachte. De volgende verdachte wordt ook ondervraagd. Heb jij iets verdachts gezien gisteren tussen 5 en 6? Ik zag iemand lopen met verboden toegangsbordjes. Iemand had dus expres verboden toegangsbordjes weggehaald. Dan weet ik genoeg. Op naar de volgende verdachte. De politieagenten werden ook ondervraagd. Hadden zij iets met de zaak te maken? Nou, jullie hebben een onschuldig meisje opgepakt. Hoezo onschuldig? We hebben haar op heterdaad betrapt op verboden terrein. Ja, daar had ze nooit mogen komen. En dankzij het anonieme telefoontje wisten wij dat zij daar was. Anonieme telefoontje? Ja, een vrouw belde ons op. Had die vrouw een vervelende stem? Ja, die had een hele hoge piepstem. Nou, dan weet ik genoeg. Jullie mogen gaan. Mevrouw Steen werd als laatste ondervraagd. U bent mevrouw Steen? Ja, dat ben ik. Helemaal goed. U weet dat er een kind is opgepakt? Dat was vreselijk, het was zo'n lief kind. Oh. Dus uw contact met het kind dat in de gevangenis zit is goed? Ja, tuurlijk. Als zij wat ouder was geweest, dan zouden we best friends forever zijn. De detective vertrouwt het niet en vraagt daarna bij de kinderen. Hoe was het contact met het personeel hier? Na dit antwoord wisten de detectives genoeg. De rechtszaak kon beginnen. De rechter stond al klaar. De advocaat sprak nog wat laatste dingen door. Welkom bij deze rechtszaak. Zaak Salentica. De verdachte moest eerst een eed afleggen. Ik zweer dat ik eerlijk ben in deze zaak. Ik zweer dat ik de waarheid spreek en niets anders dan de waarheid. Ga zitten. Ik ben een advocaat en ik wil dat de detectives gaan staan.
Ik heb van mijn cliënt gehoord. De advocaat vertelt alles wat hij van de detectives heeft gehoord. Jij bent de dader. Ik word niet goed. Waar beschuldigen jullie mij allemaal van? Orde! Meneer de rechter, u heeft toch gehoord dat mijn cliënt onschuldig is? Ja, mij is het duidelijk. Zij is de dader. Wat? Ik? Ik heb helemaal niks gedaan. Politie, neem haar mee. De rechtszaak was goed afgelopen. Mevrouw Steen moest mee met de politie en werd verbannen van het eiland.